Loopt tegen de avond. De zwerver zoekt onderdak voor de nacht. Daar ligt een oud kasteel. En het is wel nodig, want dan dreigt een hevige onweersbui. De regen valt bij bakken uit de lucht. Maar ja, het is een avontuur, want in dat kasteel slaapt iemand. Vermoedend sluipt hij door de gangen van het kasteel en komt natuurlijk uitgerekend terecht waar deze vreemde man slaapt. Geweer boven zijn bed, hij verstopt zich in het laboratorium van professor Geniaal. En als hij al die vonken en flitsen en geheimzinnige machines ziet, dan denkt hij, oh, als ze me hier pakken ben ik er helemaal bij. En hij besluit zich dan ook te verstoppen achter iets dat later een raket blijkt te zijn. Het alarm werkt. De professor wordt zijn bed uitgeworpen, rent door zijn laboratorium en struikelt over een hendeltje. Dat heeft tot gevolg dat zich iets in de lucht verheft. Een knapzak en een metertje rollen naar beneden. En ondertussen schiet de raket door het heelal. Onze zwerver ziet de aarde heel klein worden. En hij denkt, oh, hoe hoog ben ik al? Dan schrikt hij nog meer, want dan ziet hij al het eerste engeltje. In zijn wanhoop probeert hij, natuurlijk om bij de machinekamer de zaak te doen stoppen. Maar heeft hij daar wel macht over? En dan ontdekt hij een privégrapje van de professor. Een knippenbolster in het heelal, een oversteekplaats voor grote en kleine sterretjes. En als we dan gaan kijken op een of andere planeet, het zal de maan wel zijn, dan zien we tot onze verbazing dat hij zijn luchtschip nog goed heeft doen landen. Hij vraagt zich natuurlijk af, ben ik de eerste? Zijn de Amerikanen me voor geweest? Waren het de Russen? Terwijl onze zwerver een ontdekkingstocht maakt over het maanlandschap, ziet hij tot zijn schrik. Het zijn Nederlanders geweest. In paniek loopt hij terug naar de raket. Start! En besluit vanuit de hoogte nog eens even de zaak een beetje overzichtelijker te bekijken. Maar ja, in het luchtledige, buiten de aantrekkingskracht, doet de minste trilling van de raket hem struikelen en hij valt terug bij de professor. Het metertje draait op vrij. Dag.